Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout. Een hele goede dag en fijn dat je kijkt of luistert naar een nieuwe Sparta naar voren. Op deze woensdag 7 februari hebben we te gast David Abdul, oud-Spartaan. Groot talent van weleer. David, welkom. Dankjewel. Of mogen we Appie zeggen? Hoe je het wilt. Ah, hoe je het wilt. Ruud, Anton, hoe groot was het talent David, oftewel Appie Abdul, ooit? Ja, als jij Feyenoord Sparta in de Kuip mag spelen, toch? Dan ben je een talent. Het is jammer dat hij op 25-jarige leeftijd al moest stoppen met voetballen. Hoe groot waren jullie verwachtingen ooit van hem? Ja, bij ieder talent, hè? Ja, precies, ja. Ja, je denkt dat het schip met goud binnenkomt varen natuurlijk. Ja, wij, voor supporters, wij hadden echt heel veel chemie met jou. Ik weet niet precies waarom dat nou soms ontstaat, maar met jou... want jij heeft ook een comeback gemaakt, 2015. We dachten, nou gaat het gebeuren. Maar ja, dat lukte niet en ja, volgens mij, dat was het einde ook. Maar wij hielden wel van je. Het is goed je te zien. Leuk. Dat is mooi om te horen dat ze van je hielden, denk ik. Zeker weten. Dat ze lekker naar binnen komen. Ja, 100%. Het is wat hij zegt. Bij Sparta had ik altijd een hele goede band. En de naam Appie, ook vanuit de supporters gekomen. En tot nu toe in Aruba noemt iedereen mij ook Appie. En dan vragen ze, hey, waar komt die naam eigenlijk vandaan? In Aruba snappen ze dat niet. En dan vind ik het altijd mooi om het uit te kunnen leggen dat vanuit de supporters van Sparta zijn gekomen. Wat is je bijnaam op Aruba? Iedereen noemt me Appie. Ja, nu wel. Ja, nee, echt waar. En dat komt echt vanuit de supporters van Sparta. En dat is heel mooi. We gaan beginnen. Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren. Mannen, we hebben hier de afgelopen weken heel vaak gezeten dat het spel van Sparta niet om aan te gluren was. Dat er bijna geen kansen werden gecreëerd en daarmee ook geen goals werden gemaakt. Nu werden er heel veel kansen gecreëerd, maar nog steeds geen goals gemaakt tegen PEC Zwolle. Ja, dan wordt het echt zorgwekkend, hè? Ja, of juist niet. Nou ja. En dat is die typische trainerstaal. En jij bent ook trainer geweest. Ik hoor trainers vaak zeggen, pas als we geen kansen meer creëren, dan wordt het paniek. Nou, er waren kansen genoeg, want dit was echt bizar hoe wij deze wedstrijd verloren. Ja, dat heb je van de week ook een keer gezegd, hè? Ja, ja laten we positief beginnen. Okay, de sfeer in het stadion was er een, die was echt vooraf heerlijk op de Dennis Neville. Er was een interview met een andere Appie. Hè? Daar heb ik heel lang om gevraagd. Laat zien wie er te gast zijn. Nou, Haroui was te gast, hartstikke leuk. Toen begon het, begon goed. Rijsdijk doet eigenlijk alles wat we wensen, toch? We hebben geweldige vleugelspelers nu. Het is echt om van te smullen. Lauritsen zit op de bank, kan gaan invallen. Achterin staat het beter. Warmerdam is erbij. Nou, lijkt me een goede keuze. Eerthuizen. Clement speelde goed. Kansen, ja, tot aan de rust. En ook in de rust was de sfeer op de Dennis Neville er eentje van ja, hoop. En toen sloeg het helemaal om. De tweede helft, en zeker de tweede helft van de tweede helft, was echt verschrikkelijk. Ja. Ja. En daarna, alle reacties daarna, jij ook, en jij volgens mij ook. Het is al dagenlang gemopper. Maar dat is toch ook een beetje de wanhoop die zich dan van zo'n stadion meester maakt. Als je gewoon doort van, oké, zij krijgen twee kansen, schieten er twee in. En wij schieten elke bal er gewoon niet in. Dat krijg je dan toch vanzelf in zo'n tweede helft. Hoe was dat in de box bij John van der Gaag? Nou, ik heb van Sparta genoten. In de eerste helft natuurlijk. Dus wat je zegt, als je geen kansen creëert, is dat zorgwekkend. Als je kansen creëert, ja, ze moeten er nog in. Maar je zag ook in de afwerking was het niet echt optimaal. Het was niet bijvoorbeeld om bewust een hoek kiezen. Het was gewoon schiet op goal. En, maar ik heb echt genoten van Sparta in de eerste helft. Niks aan de hand. Voor mij, Chitalano speelde een heerlijke wedstrijd. En hij laat zijn man 1 keer lopen. En, of wordt ook niet overgegeven. En die zit erin. En ik denk dat dat een hele grote klap voor Sparta was. En daar verandert al een beetje. Het ging daarna nog wel goed. Maar wat je zegt, in de tweede helft was het over. Ja. Commentator Philip van Es maakte zich zondag echt zorgen op de radio. Die zei op een gegeven moment, zeker met het programma van de aankomende weken. Nou ja, ik weet het niet wat betreft behoud in de Eredivisie. Dat leek mij wat overdreven, maar... Nou, we hebben 26 punten en de nummer laatst heeft 12 punten. Precies. Dus 14 punten voor. Dus daar moet ik niet zo heel erg veel zorgen over maken. Ja, maar plek 14 is maar 5 punten minder, hè? Excelsior. Ja, ik heb het hier je moet naar plek 16 kijken. Feyenoord, Excelsior, NEC, AZ, Twente, Ajax. Dat is wel loodzwaar. Als dat fout gaat, hou daar 0 punten aan over. Alle druk ligt eigenlijk op thuis tegen Excelsior. Nou, die moet je winnen. Ja. En gelukkig zijn we in uitwedstrijden goed. Dan spelen we zondag uit om 20:00 's avonds. Ja, fijn. Ja, in de Kuip. Heerlijk. 1200 mensen gaan er naartoe. Hey, kom je een weekje terug naar Nederland en dan krijg je dit. Nee, kijk, ik denk de programma is zwaar. Alleen, ik zie het nog wel zitten. En als die kans erin gaan, dan praten we heel anders vandaag. Snap je? Als je met 4-0 of 4-1 de rust in gaat, ja, dan is de wedstrijd al gespeeld. En dan vandaag hebben we het over wat anders. Dus in voetbal is het heel kort op elkaar. Dus ik heb er wel nog vertrouwen in Sparta, 100%. Ja. Je merkt dat veel Spartanen zich zorgen maken, hè? Dat ze het spel niet om aan te zien vinden. Dat ze echt kritisch zijn op Rijsdijk en ook op Nijkamp. Ja, maar dat gold niet voor afgelopen zondag. De vraag die je dan moet stellen is, waarom gaan die kansen er niet in? Dat is de vraag die je dan moet stellen, want er werd goed gevoetbald. Ik heb echt mooie aanvallen gezien. Ik had ja, maar wel 0-2 verloren van PEC. We hadden een nieuwe blonde rechtsbuiten. En, ja. Speelde heerlijk, toch? Speelde heerlijk. Ik weet niet wie het was, maar een blond ineens. Heeft het speciaal gedaan voor alle commentatoren. Dat ze uit elkaar te houden zijn. Het stond hem niet, eerlijk gezegd. Ja, maar maakt niet uit. Heerlijk feest. Stond het bij Clement wel? Ja. Nee, dus er markeerde niet zoveel aan. Tot aan de 16 meter. En dan gaat het fout. Jij bent aanvaller geweest, zeg het maar. Waarom gaan die ballen er niet in? Ja, weet je, soms is het ook geluk. Het is net buitenkant paal, binnenkant paal. Het is centimeterwerk. Dus ik denk dat je niet te veel aan moet blijven hangen. En gewoon de volgende keer gaat hij er wel in. En, dus ik zit er heel positief in. En, dus ik zou niet als supporter zijn... te veel zorgen maken of juist kritisch achter Sparta zijn. Je moet ze juist steunen in deze periode. En ze creëren kansen. Ze hebben heerlijk voetbal gespeeld in de eerste helft. En ik denk dat we daarop moeten gaan focussen. Niet op de tweede helft, maar juist op de goede dingen in de eerste helft. Nou, dat wat jij zegt, dat maakt me dan wel een beetje zorgen. Dat zijn twee dingen. A, wij kunnen geen slotoffensief spelen. Nee, weer niet. Dat lukt toch niet? Zelfs niet aan het eind van de eerste helft. Nee. Ik zag Manschot op zijn klokje kijken. Ik denk, nou, was het Manschot? Ja, hè? Ja. Hij gaat zo affluiten. Ik denk, nou, die bal moet toch een keer de 16 in. En bleef hij achterin de bal rondspelen. Heb je dat gezien? Ja, de bal ging naar rechts en toen weer helemaal naar links. Dat begrijp ik dan niet helemaal. En wat me ook verbaast, is dat zo stil is in het stadion. Ja. Dat de ploeg krijgt kansen. De ploeg moet even over het dode punt heen even die goal maken. Ja. Het is zo stil in het stadion. Maar is dat iets nieuws bij Sparta? Nee. Ik heb het overigens helemaal niet zo ervaren. Op een gegeven moment dan is de fut er helemaal uit. Ja, nee, maar ik heb het over het helemaal stil. Ik heb het over de eerste helft ook. Ik denk dat, we kijken toe. Ja. En, maar dat is toch ook Sparta dan? In de hoek zingen een aantal mensen die zichzelf Spangenaren noemen. En that's it. Ja, was niet mijn ervaring. Kijk, de tweede helft die komt dan de kant van de Dennis Neville op. En die begon gewoon helemaal verkeerd. Ja, dan is het op. Ja, dan is het op. En... Kijk, wat mij opviel, is zijn heel veel mensen voortijdig weggegaan. Ja. Heeft ook met het tijdstip te maken natuurlijk. Nou. Het is etenstijd en bedtijd voor kinderen, dus die haken af. Ja, natuurlijk. Dus, en die zit ook in de kou natuurlijk, dus het scheelt allemaal. Dat scheelt ook allemaal. Ik ben ook bij 2-0 weggegaan hoor. Ik heb het laatste stuk thuis gezien. Ja. Wij zijn gebleven hè? Ja. Ik ben gebleven. Happy, ja, ik ook hoor. Ik ben gebleven. Ja, jij moet 1000 keer op de foto. Jij. Ja. Maar waarom even, daar gaan we het zo over hebben hoor, want we hebben mooie foto's van jou gezien. Maar waarom ben jij weggegaan in de tweede helft al? Ja, gewoon het gebrek aan sfeer, het gebrek aan het slotoffensief, weet je, het 2-0. Ja, dat moest nog beginnen natuurlijk. Nee, maar het wordt dan 2-0 en ja, ik ben ook een beetje kriegelig van het gemekker om me heen. Ja. Ik vind, ik weet dan niet of dat typisch Sparta-supporter is, want ik was laatst bij Fortuna uit. Ja, daar mensen die luister ik niet naar en ik versta ze niet, maar dus ik weet niet of zij ook zo klagen. Maar ik vind dat er zoveel geklaagd wordt door Sparta-supporters. En ik had er gewoon geen zin meer in. En ik denk, nou, is dat toch 2-0 achter. Laat maar gaan. Ja. Komt dat omdat Sparta-supporters verwend zijn met vorig seizoen? Nou, of is dat altijd al geweest? Ja, dat is altijd wel een beetje geweest. Dat als je in de rust naar binnen gaat en je drankje haalt, dat iedereen klaagt. Ja, zelfs als het dan heel goed gaat, hebben mensen ook wat minder te zeggen natuurlijk. Klagen is ook het lekkerste wat je kan doen in een stadion, toch? Dat bindt ook wel. Ja, maar ik vraag me dan wel eens af van mensen, en best wel van veel mensen, als het je allemaal zo tegenvalt, en zag je vorige week ook klagen in de week, wat doe je hier dan? Weet je wel, Ja, nou eerlijk gezegd, klagen in de rust is best gek, want de eerste helft was gewoon goed. Het zit dan tegen, maar het was gewoon goed en we hadden nog alles om voor te vechten. Ja. En vanaf die, wat was het, 3-dubbele wissel? Toen dacht ik van, nou wordt het echt een ingewikkeld verhaal. Ja. Dan mag je wel echt gaan mopperen, maar daarvoor. Ja, nee, ik ben het met je eens. We hadden Sparta eigenlijk over dode punt moeten helpen in plaats van mopperen. Ja. Maar is het terecht dat er gemopperd wordt? Ja, weet je, 2 jaar geleden stonden we onderaan. Ja, dat staan we nu over 3 weken is een beetje, hè? Tenminste, weet je wel, dus bij de laatste 5. Ik heb het al eerder gezegd. Weet je wel, die 6e plaats van vorig jaar die is ineens de norm. Ja, maar we rekenen af op wat ons wordt voorgeschoteld door Nijkamp, toch? We gaan doorselecteren en we gaan stabiel worden. Ja, en je ziet dat dat niet lukt. Nee, maar, en daar komt het gemopper vandaan. Niemand zegt Sparta moet vijfde worden. Dat ik vertel niemand. Maar 50% waarheden, dus ik ga nu een waarheid vertellen. Ja, misschien moet je dat uitleggen. Dus, nee, maar weet je, het is ook een beetje technisch directeur zijn is ook gokken. Ook een beetje tombola. Ja. Er is geen ene technisch directeur die 100% scoort op al zijn aankopen. Nee. Zelfs niet de technisch directeur van Aruba. Nee, maar nou ja, dat mag hij zo gaan vertellen. Nee, maar dat moet Nijkamp dan toegeven natuurlijk. Nee, maar dat weten we toch? Ja, wij weten het allemaal. Ben jij nou echt zo? Maar we moeten met z'n allen op die lijn gaan staan. Er komen 10 nieuwe spelers in de zomer en jij denkt, hé, dat worden 10 kanjes. Jij weet toch al dat 6 daarvan niet gaat lukken? Dat weet je toch? Maar hoor je dat Nijkamp zeggen? Nee. Maar moet je dat zeggen? Ik heb, kijk eens, dit is de nieuwe selectie. Dit zijn de 10 nieuwe. Ja. Ik denk dat er 4 het gaan halen. Hij zit heel erg in het defensief, in ieder geval. Onnodig. Ja. Al een tijdje. Onnodig. En dat valt op. Ik vind het ook dom om kritiek te hebben op een TD. Ik bedoel, het is ook gokken. Ja, ik denk dat Nijkamp ook een beetje zichzelf afroept. Het is toch logisch om kritiek te hebben op een TD? Nee, want het is... Kijk, Robert Eenhoorn zei uit, als je zekerheid wil, dan moet je geen sportelijke supporter worden. Dan moet je naar de Louvre gaan. Daar hangt iedere dag de Mona Lisa. Ja. Iedere dag hangt hij daar. De nachtwacht hangt er altijd. Ja. Maar bij voetbal is het winnen of verliezen. Is het lukken of mislukken. Ja, dat hoort er gewoon bij. Die man krijgt toch goed betaald, Ruud? Dan is het toch logisch dat mensen kritisch op hem mogen zijn? Ja, maar we staan in het linker rijtje. Vorig jaar waren we 6e. En het jaar daarvoor stonden we laatste. Nee, ja, precies, maar dat is de kritiek weerleggen. Dat mag. Maar jij zegt, het is raar om kritiek te hebben op een TD. Ja, ik vind dat raar, omdat mensen snappen heel goed. Kijk, wij staan natuurlijk in die rust te discussiëren. Staan we gewoon toeval te bediscussiëren. Het slaat helemaal nergens op. Ja, maar dan kun je de hele podcast wel... Dan kun je heel journalistiek afschaffen. Ja, dat werkt natuurlijk. Nee, maar, je rekent iemand af op wat hij zelf zegt natuurlijk. En Nijkamp heeft heel lang volgehouden. Nou, we zijn niet minder geworden. Het is goed gegaan. Ja, en je ziet dat dat wel zo is. Terwijl je gaat proberen als Sparta om nu stabieler te worden. Ja, en dat lukt maar je snapt toch wel waarom hij zegt, we zijn niet moet hij dan zeggen, we zijn minder geworden? Nee, maar hij moet zeggen, wat jij net zei. Hè, je haalt er 10, en als er 6 van lukken is het veel. Of nou, zoiets. Hij vindt overigens niet hè, dat de aankopen van afgelopen transferzomer minder zijn dan... Nou, hoe vind jij dat? Kijk, ik vind de rol van een TD is het is in principe niet makkelijk. Vooral als je niet een groot budget hebt. Sparta heeft geen groot budget om te gaan shoppen. Hoe groter je budget, hoe meer om een schot in de roosje binnen kan halen. En dus het blijft altijd een gok. Als je 10 houdt, als je 60% goed genoeg is, ja, dat is al heel goed. Snap je? En ik denk dat het daarin zit. En... Dus over de kritiek, dat weet ik niet. Dat heb ik niet gehoord. Ik ben pas in Nederland. Alleen, ik kan wel zeggen van wat Ruud net zegt. We zijn vorig jaar 6e geworden. Ja. Is niet normaal. Ik heb altijd bij Sparta tegen degradatie gespeeld. Ja. En dus de norm, de lat is ook heel hoog gelegd door vorig jaar. Ja. En we staan dit jaar nog in het linker rijtje. We denken al vooruit van 5 moeilijke wedstrijden. Maar je kan ook tegen Feyenoord winnen. Of gelijk spelen. En thuis tegen Excelsior win je. En dan praten we weer anders. Dus voor mij is het... ik doe hier niet echt aan mee. Ik ben positief erover, alsnog. Maar dit komt eruit... We hebben natuurlijk een makkelijke reeks wedstrijden gehad. Ook thuis. En we hebben het gewoon verpest. Ja, maar we hebben het onszelf zo moeilijk gemaakt. Ja, maar soms als je thuis speelt, moet je het spel gaan maken. Snap je? Ja. Dan speel je heel ander voetbal. Soms is het juist beter te spelen tegen een team dat het spel maakt. En soms, als je nu tegenwoordig ziet, teams met minder balbezit, 30% balbezit, die winnen de wedstrijd. Ja. Het is makkelijker te verdedigen dan aan te vallen. Dus met andere woorden, het is makkelijker de bal niet te hebben dan de bal te hebben. En als je heel goed bent, dan kan je zoals Manchester City, Feyenoord echt goed in balbezit. Maar anders raak je de bal kwijt. Moet je nagaan, als je heel veel balbezit hebt, maar je kwaliteit is niet daar, dan raak je vaak de bal kwijt. En de meeste goals komen in de omschakeling. En dus zo denk ik erover. Dus maar dan zou dat rijtje van 5 wedstrijden is dan positief. Ja, want dat zijn allemaal ploegen die wel voetballen. Het zijn moeilijke wedstrijden, sowieso. Maar ik denk dat het mogelijk is. Kijk wat Zwolle gedaan heeft bij de 1-0 toen ze voorstonden. Dus alles werd dichtgezet. Ja. Er was heel weinig ruimte. Je nummer 10 kon nergens bewegen. Die ging nog even naast de spits spelen. En de vrije man vind je gewoon niet. Je speelt elke keer de bal van links naar rechts. Ja. Maar echt vooruit, dan raak je hem kwijt. En dan zit je weer in de counter. Want Zwolle kreeg in de tweede helft ook 2-3 goede kansen. Ja, ja. Dat het 2-3-0 kon worden. Dus daarom denk ik dat voetbal... Kijk, als je je kansen niet afmaakt en dan krijg je hem tegen... zetten ze alles dicht achterin en dan ga je een moeilijke wedstrijd spelen. Hoe vaak kom jij nog bij Sparta eigenlijk? Ik ben nooit meer terug. Na negen jaar ben ik weer terechtgekomen. Voor mij was het heel mooi om weer in het kasteel te zijn. Je was er 9 jaar niet geweest? Ik was er 9 jaar niet geweest. In Nederland niet. Oh, in heel Nederland gewoon? In heel Nederland niet, okay. Ja. Dus het was heel mooi voor mij om terug te zijn. Weekje maar, hè? Weekje, ja. Weekje. Hoe werd je ontvangen op het kasteel? Ja, leuk. Ik was met John van der Gaag, dus het is altijd leuk. Er waren een paar supporters die mij nog herkenden en op de foto. Dus dat was wel leuk om bestuursleden... Rijden Jan van Veldhuizen onder meer met de rode hoed. Ja, klopt. Dat was leuk. En wat ik zeg, hoe we het programma zijn begonnen... ik had echt een speciale band met de supporters. En de liefde voor Sparta is altijd daar geweest en is er nog steeds. Waar kwam die speciale band vandaan? Ik denk dat ik vaak na de trainingen, snap je, gaan veel spelers weer naar binnen. Ik bleef altijd buiten. Ik was heel goed bevriend met Nathan Rutjes. En ik bleef altijd naast hem. En Nathan was een lieveling van het publiek. En hoe hij met zijn karakter was. En dus ik bleef vaak naast hem staan. En altijd met supporters blijven praten. Op Facebook, als ik een bericht krijg, ik antwoord ze allemaal. Ja. En ik denk dat het ook daarmee te maken heeft. Snap je, vaak als voetballers sluiten wij ons af. Maar... wij spelen daar, de supporters betalen ons. Snap je? Dus dat is een hele andere mentaliteit. Je moet er voor hun zijn, je speelt voor hun. En ik denk dat het daar vandaan komt, denk ik. En ook de type speler die ik uiteindelijk ook was. Frivol, als ik de bal krijg wil ik graag een actie maken, het publiek vermaken. En daarom, toen ik zag van Saito, als zijn naam genoemd wordt, ja, dan hoor je het publiek, die wordt gek. Ja. Want dat zijn de type spelers waarvoor je naar het stadion komt. Jouw positie, hè, linksbuiten. Ja, linksbuiten mijn positie. Dus een hele goede speler trouwens. De andere Japaner, je ziet ook dat hij heel veel kwaliteit heeft. Ik vond het jammer dat Saito eruit ging, maar ik snap dat hij terugkomt van de blessure. En je moet hem besparen ook. Ja, mooi kapsel, Mito, maar daar hebben we het al over gehad. Die liefde voor hem komt ook die komt uit voort dat hij natuurlijk erg blij was om op het kasteel te zijn. Dat zag je ook aan zijn spel. En dat is, wat jij nu zegt, dat is natuurlijk veel waard. Maar jongens als Mito en Saito, ja, die... in jouw tijd hadden we die niet, natuurlijk. Nee. Dus jij moet na al die jaren zijn aangekomen, denk ik, zo, dat je dat hebt lopen op het kasteel. Ja, 100%. Dat zijn heerlijke spelers om naar te kijken. Alleen je kan niet 8 Saito's en 8 Mito's hebben. Je moet ook een goede verdeling hebben in het spel. Je moet vooral op middenveld moet je bijvoorbeeld een spelmaker hebben. Ja. Iemand die de ballen afpakt, iemand die diepte hebt. En dat heb je in principe met, ik zag Clement goed aan de bal. Chitalano heeft allebei, dus die kan bikkelen. Die blijft lopen, blijft zijn man volgen. Behalve bij de goal. En is ook heel goed aan de bal. Behalve bij de goal. Ja, en Verschuren is meer een loper. Die komt in de 16. Goed op jou over. Ja, het was best een goed middenveld. Vooral in de eerste helft dan. Want in de tweede helft viel alles eigenlijk een beetje uit elkaar. Ja. Ja, maar als je dus kijkt naar die ploeg, hè, linksbuiten 2 Japanners op de vleugels. Lauritsen, daarachter Verschuren. We hebben Chitalano op het middenveld. We hebben nog de Guzman. We hebben Vriends Eerthuizen is weer in inresteld. We hebben Olij. Ja. Hè, dus ja, je kan inderdaad wijzen naar die backs. Je kan ook zeggen dat de rest van de ploeg ontzettend goed is voor Sparta begrippen. Ja, of je moet naar Athene wijzen en zeggen, haalt het te weinig uit. Want we hebben heel veel gelijkwaardige ploegen of mindere ploegen hebben we echt laten lopen. Ja. RKC uit, ik weet niet of je dat... was je nog niet, hè, denk ik? Nee, toen was ik er nog niet. Ja, het was echt een verschrikking. Hè, dus we presteren regelmatig onder ons kunnen. Ik vind het moeilijk om een trainer te beoordelen, want Rijkaard was dat blijkbaar een hele slechte trainer bij ons. Ja. En die wint daarna alles wat te winnen valt. Ja. Weet je wel? Dus dat is best moeilijk. Nou, die was een slechte trainer voor spelers van dat niveau. Die kreeg dat niet overgebracht natuurlijk. Ja, en dat vind ik te makkelijk, weet je wel. Ik kan ook alleen maar genieten van eten in sterrenrestaurants. Maar jij ziet toch ook wel... dat is natuurlijk onzin. Nee. Dat is echt onzin, weet je wel. Dat is zo makkelijk. Nee, ik kan niet. Ik kan alleen maar in Maseratis rijden. Maar blijkbaar is dat toch... in de Fortunes kan ik niet rijden. Ja, dat is toch echt onzin? Ja, maar dat is toch een verschil of je een elftal met kwaliteit traint of een elftal zonder kwaliteit. Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat geldt toch ook voor andere trainers? Dat geldt niet alleen voor Frank Rijkaard? Nee, zeker. Nou, we hebben het nu over Rijsdijk, hè? Ja? Nee, we hadden het over Rijkaard. Jij zei dat hij niet geschikt was voor ons type spelers. Ja, vind ik te makkelijk. Nee, het is geen degradatie. Dus ik wilde aangeven dat het gewoon lastig is om een trainer te beoordelen of die goed is of dat hij niet goed is. En is Rijsdijk echt een mindere trainer dan Stijn? Ik waag het te betwijfelen. Nou, wat Stijn toevoegde was gif natuurlijk. En als je denkt aan alle thuiswedstrijden. Welke thuiswedstrijden hebben wij nou dat gemene Sparta van Stijn teruggezien? Dat zijn er niet zoveel. Dus die paar extra procent waarbij we de strot afbijten, ja, en zie je niet terug. En hoe doet hij dat dan? Hoe zie je dat dan voor je? Nou, hoe kan het 20 minuten voor tijd? Het is 0-2. Je hebt kansen zat en het kapseist. En het is eigenlijk, speel je het uit. Zonder nog maar iets te willen. Of, dat kan toch niet? De handdoek gooien, dat moet je toch niet doen? Nou, dus Sparta heeft echt de handdoek niet gegooid. Nou, zo voelde het wel. Maar ik ben er eigenlijk niet mee eens. Want ik denk, toen hij Lauritsen bracht, gingen we de lange ballen spelen. Alleen we waren heel ongelukkig met de mensen die onder Lauritsen komen voor de lange bal. En Lauritsen kopte in principe alle ballen de verkeerde kant op. En dus het was niet... ze probeerden natuurlijk, maar wat ik zeg, PEC heb ook heel goed verdedigd. En het stond gewoon helemaal dicht achter en je creëerde bijna geen kans meer. Het was puur misschien 2 schoten bij de 16. En wat ik zeg over de trainer, ik heb Sparta sowieso gevolgd. En het is een nieuwe trainer in een betaalvoetbal. En kijk, spelers, je moet ook een trainer beoordelen of spelers beter worden of als ze achteruit gaan. En dat kunnen jullie beter dan mij doen. En natuurlijk resultaat. We praten over betaald voetbal. Het gaat uiteindelijk om de resultaat. En we staan 9e. En weet je, we blijven maar... jij zegt dan, Stijn bracht meer gif. Ja, hoe ging dat dan vorig jaar? Aten ze dan de biefstuk rauw of zo? Weet je al, nou, is dat niet gewoon het geheim van de smid? Nee, maar dat is zo'n containerbegrip. Ja. Vandaag gaan we trainen op gif. Het is zo makkelijk gezegd. Als je vergelijkt tussen vorig jaar en nu, is het gewoon heel simpel. Die Van Krooi, die heeft het allerbeste seizoen van zijn leven gehad. Saito, die was in de vorm geweldig. Nou, die hebben we dit jaar in de eerste helft niet gehad. Saito geblesseerd, Van Krooi vertrokken. Daardoor Lauritsen een stuk minder. Dat zijn allemaal dingen die invloed hebben op het resultaat. En dat heeft niets met het gif van de trainer te maken. Want ja, ik zie ook wel eens voetbal trainen. Je weet ook wel dat ze of hard voor je gaan lopen, of inderdaad net niet goed zijn in de afronding. En dat heeft volgens mij wel met teambuilding te maken en hoe dat in elkaar steekt. Nou ja, ik geloof dat zit er gewoon in. Daarmee suggereer je dat Sparta minder hard werkt dan vorig seizoen. Dat geloof ik niet. Nou ja, de chemie is wel minder. Dat zie jij ook wel, natuurlijk. Zie je wat jij doet nu? Eerst gooien gif, containerbegrip. Nu chemie, containerbegrip. Weet je, het is allemaal zo moeilijk beter te pakken. Ja, maar dat is het voor jou ook. Jij praat altijd in absolute waarheden. Maar dit is, je ziet het toch ook? Nee, maar RKC uit. We gaan vandaag hoe kan je dat nou niet winnen? We gaan vandaag trainen op chemie. Nee, dat creëer je. Hoe dan? Trainer zijn is een vakmanschap. Ja. En dat is daar onderdeel van. Hè? Ja. Dat je een team bouwt dat hard voor je werkt. En dat presteert. En jij denkt dat Boukari en Boy en Rijsdijk... Rijsdijk was er gewoon vorig jaar bij. Ja, in een andere rol natuurlijk. Ja. Ja. Dus die weet toch, als er al zoiets bestaat... Als ik denk dat de ploeg van nu... Weet je nog, Twente uit, die 3-3. De ploeg van nu krijgt dat niet voor elkaar. Dat denk ik echt. En dat is wel degelijk volgens mij het geheim van de trainer. Ligt eraan in welke vorm? Nou, dan praten we in waarheden. We hebben dat dit seizoen nog niet gezien. Nee, we hebben ook nog niet in de ideale elf gespeeld. Vorig jaar speelden we bijna 34 keer in de ideale elf. Dat is wel een verschilletje, hoor. Dus je neemt het voor hem op. Wat mag, maar... Een trainer die 4 maanden niet over Saito kan beschikken. Die niet meer over Vito van Krooi kan beschikken. Daar neem ik het voor op, ja. Al die ploegen onderin, die hebben een mindere selectie natuurlijk, hè? Dus zelfs zonder die spelers die jij noemt, hebben we nog een goede... Maar we staan er ook niet onderin. Lauritsen is de hele tijd bij geweest. We staan toch linker rijtje nog steeds. Ja, maar we hebben gespeeld tegen ploegen die echt... Maar je kan wel zeggen dat de selecties van Almere City, PEC Zwolle en RKC allemaal minder zijn dan die van Sparta, toch? Ja. En daar hebben we allemaal van verloren, of in ieder geval niet van gewonnen. Oh ja, klopt. Maar wij winnen ook wel eens van een ploeg die beter is dan wij. Ik denk ook dat... ik snap een beetje wat je zegt. Ik begrijp. En Ruud, ik deel de mening van Ruud, maar ik snap wel wat jij zegt. En, kun jij die formatie niet een beetje los gaan trekken? Nee. Er was een moment dat Clement druk ging zetten op de keeper. Ik weet niet of je dat herinneren. Hij ging door op de keeper en het publiek kwam erachter. Want we speelden heel behoudend. Snap je? En dan krijg je ook het publiek ook niet echt achter. Want je wilt dat de jongens echt gaan jagen. En je kan natuurlijk niet zomaar gaan jagen. Komt de ruimtes in je rug. Je moet het samen doen. Maar ik denk dat je in een wedstrijd een paar momenten kan kiezen. Om echt vooruit te gaan verdedigen. Dan krijg je ook het publiek een beetje achter je. Dus ik denk dat misschien een volgende stap kan zijn. Om vooral in thuiswedstrijden. Om je moment te kiezen. Misschien laten we 10 minuten hoge druk. Publiek erachter. Ja. En dan kom je weer terug in je organisatie. Ja. Nou, ik ben het echt helemaal met hem eens. En weet je wie dit altijd zei? Van Marwijk bij Feyenoord. Waarom? Omdat in de Kuip dat werkt. Die zei, als het momentum er is, dan moet je het pakken. Ja. En dan moet je dat publiek erachter krijgen. En in de Kuip lukt dat. Daar zitten ook 50.000 mensen. Het was bij Van Marwijk ook bijvoorbeeld verboden om als keeper, als je de bal aan je voet had en je had niemand vrijstaan, om zo'n gebaar te maken van ja, wat moet ik hier nou mee? Dat was echt verboden. En wegwerpgebaren en zo. Nee, je moest altijd die positiviteit uitstralen en inderdaad hoog druk zetten, even 10 minuten jagen, publiek erachter. Precies, maar nu praat jij ook in containerbegrippen. En je zei net in het begin, we kunnen geen slotoffensief aan. Ja. Dat is toch een trainer die dat een ploeg aanleert? Dat is letterlijk het signaal van de trainer is, oké, nu toch? De laatste 10 minuten? Absoluut. Ja, zeker weten. Maar ik heb het nu niet over een slotoffensief. Je kan ook gewoon in de eerste helft bijvoorbeeld, of in de 60e minuut kan je een moment kiezen. Bijvoorbeeld toen Clement doorging, dat iedereen doorgaat. Of bij de volgende bal, laten we even nu in plaats van terug, laten we 10 minuten gewoon in de 30e minuut, in de 60e minuut. Dus dat is heel wat anders dan een slotoffensief. En, maar je kan ook als speler dat aangeven. Het kan ook van achter komen. Een coachmoment van achter, hey, we gaan nu met z'n allen door. Ja. En, dus het is niet alleen de trainer. Nee. Snap je? Het zijn ook de spelers. En, maar wat ik zeg, ik heb er nog 100% vertrouwen in. Maar ik begrijp jou als supporter, begrijp ik jou. En we zijn heel kritisch sowieso. De lat is omhoog gezet sinds vorig jaar. Hoe je het went of keert. Wat ik zeg, ik heb altijd bij Sparta 14e, 15e, 16e. En we staan gewoon 9e, vorig jaar 6e. Waar hebben we het over? Ja. Daar komt het toch weer op neer. Ik vind het wel mooi, want jij bent 9 jaar niet in Nederland geweest. Maar je spreekt echt heel vaak en heel duidelijk over we. Je bent echt Spartaan. Dat vind ik toch bijzonder als je 9 jaar hier niet bent geweest. Dat dat nog zo vers is eigenlijk. Het is heel onbewust dat ik we zeg. Maar dat zegt ook genoeg over wat ik over Sparta vind. En ik voel het echt als we. Als we 6e eindigen. Als we nu 9e staan. En ik denk dat dat wel een mooie uitspraak is. Ja. Jij bent nog maar 34 jaar. In 2008 kampioen geworden met die talentvolle A1. Kevin Strootman, Nick Viergever zaten er allemaal in. Waarom hebben zij het wel gehaald in het profvoetbal en jij niet? Uiteindelijk denk ik dat het mentale aspect een belangrijke rol speelt. De switch van mij van Aruba als 16-jarige jongen naar Nederland was niet makkelijk. Als ik wist wat ik nu wist, of hoe ik nu ben, ik ben heel anders. Toen ik kwam was ik heel jong en ik wilde altijd de grappigste jongen zijn in de groep. En ik begreep het profvoetbal niet helemaal. En die jongens hadden echt een mentaliteit, een hele sterke mentaliteit. Buiten hun voetbalkwaliteiten waren natuurlijk ook top. Want alleen met mentaliteit red je het ook niet. Je moet kunnen voetballen. Dus ik ben heel blij voor hun dat hun het gered hebben. En ik voel ook dat ik uiteindelijk het ook heb gered. Want ik zit nu wel in een hele andere functie. Maar ik heb alles te danken aan Sparta. Aan hoe ze mij gevormd hebben als persoon. En dat vind ik heel belangrijk, de exit strategy. Het is niet alleen van, waar ga je naartoe? Naar Sparta. Dus als je in de jeugdopleiding bij Sparta zit, niet iedereen haalt het. Snap je, misschien 1 of 2% van je jeugdopleiding haalt het eerste. Wat gebeurt met de andere 98%? En ik denk dat dat ook belangrijk is, dat als opleiding dat we ook een spelers kunnen vormen. En in mijn geval 100% door Sparta, de structuur, de discipline, respect. En dat heeft mij nu gemaakt wie ik nu ben. TD van Aruba. Ja, TD van Aruba. En dan denken wij natuurlijk, zo zijn wij, het vakantieeiland. Hij zal het wel niet zo druk hebben. Iedere dag op zijn slippers naar zijn werk. En dat is een beetje het beeld wat wij dan hebben. En daar bouw jij van, hè? Ja, dat vind ik vervelend. Ik heb trainers meegemaakt, grote trainers, die naar Aruba komen. En eerste training, schoenen niet vast met veters, geen sokken in de schoenen, pet naar achter. En ik geef het aan van, zou je dit ook in Nederland doen? Zou je dit bij jouw club in Nederland doen? En de antwoord is, is nee. En ook andere mensen die bijvoorbeeld vanuit Nederland naar Aruba komen voor een workshop. En die komen naar mijn kantoor op slippers. Ik heb ze niet behandeld. Ik heb ze gezegd, ja, kom maar morgen terug. Want dat is die slechte beeld uiteindelijk. Dat wat Ruud nu zegt van, hey, lekker weer. Iedereen op slippers, maar dat is totaal niet zo. We werken keihard om een professionele organisatie neer te zetten daar. Ik ben wel benieuwd wie die trainer nu was. Met zijn blote voeten in zijn schoenen en zijn veters los. Nee, dat vind ik niet netjes om te zeggen. Het gaat meer om het verhaal erachter en niet om de naam. Maar het is gewoon de beeld wat iedereen heeft met Aruba. Hey, laten we lekker naar Aruba gaan. Maar dat is natuurlijk niet zo. We gaan er straks nog wel meer hebben over jouw avonturen op Aruba, want het zijn er vele. Maar jij spreekt heel liefdevol over Sparta, heel warm. Terwijl jouw eerste vertrek daar niet heel fijn was per se, toch? Want Sparta zei, David heeft psychische problemen. Jij weet dat aan je hart. Ja. Nee, kijk, dat is niet Sparta. Het waren een paar mensen. Dus ik kan nooit zeggen van... het waren een paar mensen binnen de club die er misschien nu niet in zijn. Snap je? En Sparta is er wel. Dus dat waren gewoon dingen van toen dat ik achter me laat. En het zijn meer de personen dan de club Sparta. Want hoe zat dat nou precies? Jij had hartproblemen, hè? Waardoor je in eerste instantie... Ja, dus ik kreeg heel veel last van hartkloppingen. En daardoor werd ik ook een beetje duizelig door de hartkloppingen met trainen en zo. En het was altijd de mentaliteit van, hey David, heb je weer iets? Snap je? Terwijl ik weet dat het aan mijn fysieke gesteldheid is. Snap je? En misschien zelfs mentaal. Want op een gegeven moment, als je dat blijft voelen, snap je, dan kan je ook niet echt direct focussen op het voetballen. Dus het was meer ja, in die was mij dat geval. Ze geloofden je niet dat je last had van hartkloppingen? Of? Ik heb een test gedaan van mijn hart en alles was gewoon goed. Maar ik bleef het voelen. En ik wist nog in die periode met Evander Snow en alles. Dus dat werkt ook niet echt mee, snap je? Ook dat ik in mijn eentje in Nederland ben gekomen zonder familie. En dus dat werkte allemaal niet mee. En vandaar was er die verwarring van hey, David heeft psychische problemen. Maar dat was een persoon die dat riep. Ja. Er was uiteindelijk ook een fysio bij Sparta die vond dat jij maar even een drugstest moest doen, geloof ik? Ja, dat was ook... ja, had wel de hele peerput ook nu. Ja, we zijn toch bezig. Ja. Ja. Nee, dat is prima om dat te bespreken, want ik heb niks te schuilen daarover. En dus dat is gedaan ook en er was helemaal niks aan de hand. Ik heb dat nooit gebruikt, ook alcohol drink ik niet. Dus dat was uiteindelijk niet het geval, nee. Ja, je zag wel een clash tussen twee verschillende generaties. Hij, jonge vent, en de trainer van de oude stempel. En niet zeiken, mouwen opstropen en gaan. En dat zie je nu in anno 2024 nog steeds natuurlijk. Hè? Mensen die wat ouder zijn, die maar vinden dat de jeugd een stelletje zeurpieten zijn. Omdat die andere accenten leggen dan dat zij vroeger hebben gelegd. En dat zag je toen ook. En dat, alhoewel, als nu een speler zegt ik voel iets aan mijn hart, dan gaan alle alarmen. Tuurlijk, nu wel. Ja. Nu wel. Mag je hopen. Maar aan het begin van deze eeuw, 2008, 2009, 2010, was dat gewoon anders. Ja. Best eng. Ja, best eigenlijk wel. Zeker weten. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon goed gekomen. Je hebt er nu geen last meer van, hè? Nee, ik heb er geen last van. Had het met stress te maken? Zeker? Ja, dat zei ik net ook. Van, ik denk dat het met dat te maken heeft, de druk om echt te presteren. De druk van ik ben in Nederland en ik moet het maken en ik ben weg van mijn familie. Ook denk ik met het rusten, met het goed eten. Dus ik denk dat het is, heel veel mensen zeggen, hey, profvoetbal, die gasten verdienen zoveel geld. Maar je moet echt zoveel voor je lichaam doen in het rusten, in het eten, in het trainen, de arbeid-rustverhoudingen. Dus het is niet zo makkelijk om zomaar even een profvoetballer te zijn. Weet je, wanneer ik dat dacht? Want als het goed gaat, lijkt het me heel leuk om profvoetballer te zijn. Als het tegen zit, lijkt het me namelijk heel vervelend. Afgelopen zondag werd Briem gewisseld en kwam Lauritsen erin. En als je dan hoort het applaus van hij gaat eruit. En het applaus daarna voor Lauritsen van hij is terug. Oh. Wat doet dat in het hoofd? Ga je nou zeggen dat jij een voetballer zielig vond? Want dat zou echt voor het eerst zijn. Nee. Ja. Maar Briem is een jonge gozer. Ja. Wat doet dat met een jonge gozer? Die hoort, ze zijn blij dat ik verdwijn. En mijn opvolger, oh wat zijn ze daar blij mee. Wat doet dat in het hoofd? Want dat betekent dat je jezelf wellicht misschien de druk op... Sommigen zeggen onverschillig, joh, het zal mijn worst zijn. Mm-hmm. Maar mensen, misschien wel zoals hij ook wel zo was... die denken, ja, potverdorie zeg. En die gaan daarvan 's nachts wakker liggen en dan gaat het lopen malen. En dan creëer je wel stress voor jezelf. Ja, maar dan ben je ook niet geschikt voor het profvoetbal. Dus ik ben ook eens met wat jij zegt. Kijk, je hebt de lusten, maar je hebt ook de lasten. En je moet ermee omgaan. Maar jij was niet geschikt dus? Nee, ik was niet geschikt. 100% niet. Mentaal gezien was ik 100% niet geschikt. Dus voetballers moeten niet klagen. Als het goed gaat, juichen ze je toe. Als het niet goed gaat, moet je gewoon tegen kritiek kunnen omgaan. En het is gewoon een keiharde wereld. Dus ik was niet geschikt, 100%. En daarom zeg ik ook, als ik toen wist wat ik nu wist, was het misschien heel anders geweest. Je kwam nog even terug bij Sparta, jaren later. 2015 ongeveer? 2015. Waarom lukte het niet om nog minuten te maken? Nee, in het shirt van Sparta? Ik kom terug op een stage onder Alex Pastoor toen. Met nog 10 minuten voor de einde van een training raakte ik geblesseerd aan mijn hamstring. En voor mij was toen echt het idee van oké, dit is het, snap je? Ze zeiden nog, je kan nog terugkomen daarna, na je blessure. Maar ik was er klaar mee. Dat was voor mij het moment van David, het is over. En dus toen heb ik geschakeld. Ik ben iemand met grote dromen. Als spelertje op Aruba zei ik altijd tegen iedereen, ik wil profvoetballer worden. Iedereen zegt, ja, dat is onmogelijk, kijk waar je bent. Maar ik ga ervoor. En toen heb ik ook direct geschakeld. Begon ik mijn trainerscarrière, heel jong. Met 24, 25 jaar was ik al hoofdtrainer op Aruba. Niet moeilijk om hoofdtrainer bij de eerste te zijn daar. Alleen het omgang met spelers die ouder zijn dan jou, die 35 zijn, 34 zijn, dat vraagt uiteindelijk ook leadership skills. Hoe ga je met die personen om? Hoe ga je met verschillende karakters om? Want ieder speler is anders. Je kan niet elke speler hetzelfde behandelen. Dus ik heb heel veel geleerd in mijn trainerscarrière. Toen ben ik overgegaan naar het meer coördineren van de jeugd bij de Arubaanse Voorbond. Meer in een hoofdjeugdopleidersysteem bij de Arubaanse Voorbond. En toen Stanley Menzo vertrok als TD anderhalf jaar geleden, heb ik het uiteindelijk overgenomen van hem. Je bent daar echt een meneer. Nee, nee, helemaal niet. Ik ben gewoon appie. Ja, gewoon. Je hebt toch een auto met je eigen nummer, met je naam op je nummerbord of zo, toch? Dat was 10 jaar geleden. Ja, dat was ook lang geleden. De droom van ons allemaal. Ja. Binnenkort kan het in Nederland. Echt waar? Ja. Is dat zo? Ja. Ah, goed. Maar zo stel ik me voor dat je daar echt, Nee, Bobo ben je daar natuurlijk. Nee, helemaal niet. Ik ben gewoon iemand die echt hard voor het voetbal werkt. En kijk, het is een marathon. Als je hoofdjeugdopleider bent of je bent technisch directeur. Kijk, je moet op korte termijn wat neerzetten. Maar je bent ook met de lange termijn bezig. En dan moet je ook geduld hebben. Want je gaat de vruchten niet gelijk zien binnen een jaar. Het is geen sprint. Voor een trainer zijn is het een sprint. Want je moet denken aan de volgende wedstrijd. Ik denk al aan bijvoorbeeld 2026, 2028. Zelfs 2030 hebben we ideeën en plannen staan voor de korte, middellange en de lange termijn. Dus je bent een hele andere positie, een hele andere rol. Dus ik vind het wel heel leuk wat ik nu doe. Maar korte termijn, binnenkort Dick Advocaat over de vloer. Ja. Bondscoach van Curaçao. Ja, dat was een hele leuke loting. Dick Advocaat zijn debuut is op Aruba, tegen Aruba. En we zitten allebei ook in de Nations League in Pool B. We zijn gedegradeerd uit Pool A. Wij zijn gepromoveerd uit Pool C. Dus we zitten nu op dit moment op hetzelfde niveau als hun. Maar dat is ook niet zomaar gekomen. Ook vanuit een structuur stappen gemaakt. Alleen we moeten wel eerlijk zijn. De vijver waar Curaçao uit kan vissen is veel groter dan waar wij uit kunnen vissen. Maar het wordt wel een hele leuke wedstrijd. De debuut van Advocaat op Aruba. Maar ik merk in Curaçao dat ze echt alle velden in heel de wereld afspeuren. Nou, iemand met ook maar een procentje Curaçao's bloed. Doen jullie dat ook op zoek naar mensen met Arubaans bloed? Ja, wij doen dat ook. Alleen wij hebben een hele andere richting genomen. Curaçao denkt aan het korte termijn. Want dit is het moment om het WK te halen voor ze. Omdat het gespeeld wordt in Canada, Mexico en Amerika. Dus die 3 plekken zijn eruit. Dus er zijn heel veel kansen voor landen in de CONCACAF. Wij zijn meer bezig met het ontwikkelen van spelers. Jonge spelers. Naar Nederland sturen. Stage te lopen. En dat ze over 5, 6, 8 jaar voor ons Arubaanse team kunnen spelen. We hebben heel veel jonge spelers die ook bij BVO spelen. Maar die zitten in de onder 18, in de onder 16 en onder 14. Ook bij Sparta? Nee, bij Sparta hebben we geen Arubaan. We hebben bij Feyenoord en bij andere clubs hebben we het wel. En bij NEC, bij FC Eindhoven, bij Go Ahead Eagles. Dus we hebben echt rond Nederland Arubaanse spelers. Maar die zijn 16, 17, 14, 15. Dus wij zijn meer met het lange termijn bezig. We zijn blij waar we nu zijn in het korte termijn. Want we zitten op hetzelfde niveau als Curaçao. Alleen voor het lange termijn willen wij ook heel veel vis in de vijver hebben. Zullen we even terug naar de actualiteit? Nee, ik vind het een mooi verhaal wat hij vertelt. Ja, nee, zeker. Maar we gaan toch even terug naar de actualiteit. De Spartaan van de Week. Heel moeilijk, denk ik. Spartaan van de Week na zo'n 0-2 tegen PEC Zwolle. Nou, er is eentje die we echt moeten bespreken. Dat is natuurlijk Lauritsen. Die toch wel echt bijna weg lijkt. Tenminste, zo las ik in het interview met hem in het AD. Ze spraken al Italiaans met hem, de andere spelers. Is dat nou, hebben we nou de pot met geld gemist? Wordt die rekening nou nog duur? Nou ja, dat doen clubs wel vaker. Hè? Een transfer laten lopen. En dan soms word je beloond. En is het in de zomer het bedrag nog hoger. Maar soms word je gestraft. Ja. En is dat niet het geval. Nee. De voorbeelden zijn het over. Jurgensen, Feyenoord, Newcastle United. Ja, dat is de bekendste. Dat is natuurlijk de bekendste. Ja, nogmaals, het is ook een beetje gokken. Vuur. Het is ook een beetje gokken. Ja. En als wij nu Lauritsen hadden verkocht, dan hadden we de druk van het moeten verkopen in de zomer niet gehad. En net als vorig jaar met, in de winter met... hoe heet hij ook weer van AZ? Ik ben even zijn naam kwijt. Mijnans. Mijnans, Sven Mijnans, sorry. Dus ja, dat... Er is gegokt en eens kijken hoe dat uitpakt. En wij zijn natuurlijk blij dat hij gebleven is. Ja. Het is niet zo'n gok zoals Excelsior nam. Dat lijkt me heel erg. De helft van je begroting zeggen. Hetzelfde verhaal. Ja. Maar weten wij of Sparta echt hard nee heeft gezegd? Of was het toch de club uit Italië die voor een ander heeft gekozen? Nijkamp de dag voor het sluiten nog gesproken. Toen was er nog niet sprake van concrete interesse. Ja. Maar dat schijnt op de laatste dag allemaal losgebarsten te zijn. Ja. Dan is het natuurlijk paniek. Hij heeft 1 ronde nee gezegd, maar er kwam nog een bod. Dat hebben ze echt overwogen, las ik. Ja, want Nijkamp heeft in gesprek met ons ook gezegd... begin januari op het trainingskamp in Spanje... ik sta tot en met 31 januari... Opa. Of tot en met de deadline sta ik open voor biedingen op onze topspelers. Het lollig bedoelde fotootje van de heren gaan naar huis... om 6:00 's avonds. Huiswaarts op zijn Spartaans. Ja. Vond ik niet heel handig, eerlijk gezegd. Waarom niet? Omdat die voetbalwereld doordendert... En wat willen we nou uitstralen? Dat wij dat we klaar zijn? Nou, ik vond het flauw. Ik vind het niet nodig. Dat doet en we waren nog niet klaar, want er speelde nog van alles. Nou ja, ik weet niet. Misschien hebben ze om 5:15 al tegen Hellas Verona gezegd, we doen het niet. Ja. Maar dat doet elke club toch tegenwoordig. Ja. Even een lollig tweetje van als teken van, er gaat niemand meer weg of er gebeurt niks meer. Ja. Nee. Twitter en tegenwoordig heet het X, is zo belangrijk geworden. Ik bedoel, ik heb gisteravond gezien hoe een kabinetsformatiestuk loopt. En dat gaat allemaal via Twitter. Mensen zitten bij elkaar aan tafel en zitten over elkaar te twitteren. Ja. Dus dan verbaast het maar niet dat Sparta daar ook aan meedoet. Laurits die heeft wel gezegd dat hij dan van de zomer wil gaan kijken. Ja. Maar dat is Olij ook. Dat is komende zomer gaan we toch gewoon een enorme leegloop krijgen. Ja. Maar we hadden het over de Spartaan van dat was wel de bedoeling, ja. Nou, Ruud. Nou, mijn Spartaan, jij bent de man van de waarheid. Ja, nou ja, mijn Spartaan van de week is heel duidelijk John van der Gaag. Waarom? Een paar maanden geleden hadden we het over hem. Rolstoel, kon niet naar de wedstrijden toe. Zijn vrouw had daar zich op ingezet van, joh, hoe kan dat? Nou, een aantal sponsoren heeft zich hard gemaakt. En hij is daar welkom. En het gaat inmiddels dusdanig goed met hem. Dat ik hem afgelopen zondag lopend naar het stadion zag gaan. Met een stok, dat wel. Maar hij liep. En dat is voor iemand die jarenlang gesport heeft en ineens aan een rolstoel gekluisterd zat, is dat natuurlijk een enorme vooruitgang. En dat was ik heel blij. En het deed me ook wat. Pakte hem even beet, hij mij. En ja, dat vond ik fijn. Dus dat zijn de momenten waarom ik dat zijn de dingen waarom ik naar het stadion ga. Om het Sparta-lied, om dit soort mensen te ontmoeten. En daar heb ik het fijn mee. Daarom schrok ik zo van jouw vertrek. Halverwege. Ja, verliezen doen we toch ook met elkaar? Ja, maar dat zijn dezelfde mensen staan nog steeds. Ja, maar ik had geen zin in geklagen. En ik had gewoon geen zin. Ik heb geen zin. Geen huis. Ja. Dus dat is de mijne. Ja. Nou, mooi toch. Ja, Anton, kom daar nog maar eens overheen. Mito. Ja, Mito. Want? Omdat hij ontzettend leuk speelde. Toch? Er waren een paar bewegingen in de eerste helft. Ook zo. Leuk spelen. Heerlijk om naar te kijken. Ik vond de steekbal van Mito op Saito vond ik echt geweldig. Ja. Jammer dat hij er niet in ging. Ja. Maar leuk dat ze elkaar zo goed kunnen vinden. Echt, en dat is toch zalig. Die voorhoede als Lauritsen daar nog bij komt. Ja. Salami. Ja. De salami. In een half seizoen salami. Ja. Maar ben je nou weer een beetje... Want vorige week vond ik je wel erg negatief over Mito. Want toen had hij een paar wedstrijden niks laten zien. Ja. Maar nu ben je weer dat een beetje... Maar hij wordt ook weer veel meer in het spel betrokken. En dat komt misschien ook wel omdat nu de tegenstander zich niet ingroeit. Dat was ook wel fijn, hè? Eindelijk is een tegenstander die niet. Want na de 0-1 gingen ze helemaal terug. Ja. Maar daarvoor kregen we toch echt wat ruimte, toch? Ja, dat is waar. En dat krijgen we natuurlijk de komende thuiswedstrijden ook. Dus er is nog genoeg. Dat is waar, want we hebben het allemaal over een moeilijke serie. Maar het voordeel voor Sparta is... Het spel maken zal niet veel gebeuren de komende tijd. Deze ploegen trekken vaker uit, des te beter. Ja. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Ja, er is bijzondere post binnengekomen. Vooral voor jou, David. Ik ga het er even bij pakken. Helemaal uit Zuid-Afrika. Ik ben benieuwd of je zijn stem nog herkent. Frank. hij weet het meteen al. Appie, Frank hier. Hey, een vraagje. Ben jij nog steeds de koning van Aruba die rondrijdt in een auto met als kenteken Appie 1888... en nog altijd de dansvloer in de oude mode beheerst zonder ook maar 1 druppel alcohol te drinken? Hey, tot later jongen. Mazzel. Nou, van de kenteken, dat was iets van vroeger dus. Ja. Maar die dansvloer in de Oude Molen? Nee, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dat herinner ik niet. Daar heeft hij geen actieve herinnering aan. Dat jij heel goed kan dansen, heb ik gehoord. Ik ben echt... met 10 jaar geleden ben ik een heel ander persoon geworden. Ja. Dus ik ben heel anders geworden, dus ik kan me dat niet herinneren. Maar... Want Frank is bij jou op Aruba geweest, hè? Ja. 10 jaar geleden ongeveer. Ja, klopt. Klopt. Maar je had echt 1888 hier in mijn bord zitten? Nee. Okay. Alleen appie. Okay. Hij wist de getallen ook niet zeker zijn. Nee, ik had geen getallen. Nee. Zo heel fanatiek. Nee, het was alleen appie. Nee, ik had zondag contact bij de wedstrijd met Frank, die dus op vakantie is. En, wat zou ik het tof vinden als hij in de podcast komt. Hè? Ja. Ja, dat komt hij woensdag. Ja, nee, dan ben ik er nog niet. Ja. Hij was not amused. Ja. Je bent te vroeg. Ja, wel leuk. Wel leuk. Maar werk je nog steeds voor de minister-president, zoals 10 jaar geleden? Nee, helemaal niet. Ik ben gewoon fulltime bij de bond. Hoe zat dat eigenlijk? Wat deed je voor de president daar? In principe niet veel, was meer een politieke iets om bijvoorbeeld een ex-profvoetballer bij zich te hebben. En, een soort lijstduwer was je? Ja, dat ook weer niet, maar ja, was niet echt iets dat je zegt van je kan een carrière opbouwen. Was meer, het hielp mij wel, want ik kwam terug, ik had geen baan en dus het gaf me wel een goede boost om te beginnen. Alleen dat was niet echt mijn ding. Nee. Okay. Soms probeer je wat. Hè? Nog meer in die gleuf? Ja, zeker. Nog een boodschap uit Zuid-Afrika. Oh. Nou, van mevrouw Stout. Ja, het kon niet op. Nog een binnengekomen vraagje aan Anton. Wist jij dat Appie zijn vriend Robin Nelissen hielp voor de Caribbean Sports Foundation? En dat hij daarvoor een shirt aantrok met het Feyenoord logo? Dat is geen enkel probleem, toch? Zeker niet in deze week voor jou, toch? Ja, nou is de liefde over. Ja. Daarom doe ik het een beetje aan het eind van deze podcast. Want anders je gaat geen foto's erin monteren in de uitzendingen. Met een Feyenoord logo? Nee. Alsjeblieft niet. Oh, goed, wat? Zeg, herhaal dat eens. Nee. Ja. Oh, het hoge woord is gevallen hoor, Feyenoord. Nou ja, aanstaande zondag. Jij hebt het meegemaakt onder Aad de Mos, hè? 2 keer. Als basisspeler ook. Als basisspeler meegemaakt toen Aad de Mos was gescoord. Dichterbij. Nou, gewonnen heb je niet, sowieso. Nee. Maar hoeveel heb je verloren? 3-0. 3-0 en 1-0. Oh ja. 1-0 was toen Biseswar scoorde. Oh. Maar in dat interview met Frank van 10 jaar geleden van Ruim een Kwartier, natuurlijk even terug zitten kijken... Daarin zeg je, ik ben een Spartaan, maar ik heb ook wel iets voor Feyenoord. Maar hoe ik je nu hoor, dan is dat iets voor Feyenoord een beetje afgebrokkeld, of? Ja, weet je, Robin was mijn vriend, is nog steeds mijn vriend. Die woont nu op Aruba en hij kwam met de Feyenoord Foundation een voetbalkamp voor kinderen organiseren. En ik hielp hem daarin mee. En ik heb heel erg iets voor Rotterdam, dus het is echt een beetje mijn stad ook. En ik ben sowieso Spartaan, dat is zonder twijfel. Maar als Excelsior het goed doet, als Feyenoord het goed doet, dat doet me ook goed. Snap je? Dus ik ben gewoon heel erg Rotterdams gewoon. En ik snap de strijd. Maar het is ook niet echt een eerlijke strijd, om eerlijk te zijn. Feyenoord is veel verder in budget, in alles. En dus daarom zie ik het niet echt zo van, echt als een concurrent voor Sparta. Dus ik zie het totaal niet zo. En, maar Sparta is sowieso mijn club. Kijk. Nou, dat is een heel gezond antwoord, toch? Een heel gezond antwoord. Ja, lijkt me wel, ja. Er zat nog een bijzondere brief in de gleuf. Die stuurde jij nog even door, Ruud. Over Ron Stevens. Ja. Daar liep een crowdfunding voor. Om zijn nieuwe appartement waar hij woont. Om die rolstoelvriendelijk te krijgen. Daar moest €25.000 voor worden opgehaald. Maar dat streefbedrag is inmiddels ruim gehaald. Want er is inmiddels al ruim €28.000 binnen. Nou ja, mede omdat bijvoorbeeld René van der Gijp er even op tv aandacht voor heeft gemaakt. Dat is heel mooi. Ja, dan ook geld, hè? Ja, uitspeler. Ron, we hebben het vorige week met Sander ook nog over gehad. En ik ben blij dat dat gelukt is. En ik hoop dat daar goede dingen van gedaan worden. En een aantal mensen, het is gevaarlijk als ik nu namen ga noemen, maar die hebben zich daar hard voor gemaakt. Onder andere Nico de Borst en Ger van der Heijden. En misschien nog meer, maar... René de Hoon. De Hoon, ook niet vergeten. Oud gast hier in de podcast. Dus mooi dat Spartanen voor Spartanen, prima. Ja. Zaterdag aanstaande sluiten de inzamelingsactie op GoFundMe met een dankbaar gevoel. Zo omschreef Nico de Borst het richting ons. Dus mocht je nog willen steunen, dan kan dat nog. Ja. Tot en met zaterdag. Mooi. Tijd om te voorspellen en te gaan vooruitblikken op leuk. De derby. Zondagavond. 3 minuten. Zondagavond. De glazen bol. 1200 man gaan erheen. 1200 man. Ja, dat is steeds meer. Straks zitten we daar met 30.000 man. Ja. Ben jij er? Steeds meer, ja. Maar wel met 0 zin. Vak GG. Okay. En supportersbeleid van tegenwoordig. We moeten vanaf nu, en dat is voor het eerst, door de tunnel Hè, waar de uitsupporters doorheen moeten. Vanaf het treinstation. Als ze voor Ajax zijn of wat dan ook. Geen idee wie dat bepaalt en waarom. Want normaal loopt het allemaal door elkaar. En we gaan altijd als geslagen honden naar huis. Dus ik weet echt niet waar dat vandaan komt. Maar toch 1200 man. Vak GG, hè, dat is daarboven. Ja. Ja. Maar nul zin. Nou, heb je die cijfers gezien? Het is de 57 keer gespeeld. 36 keer hebben we hem verloren. We hebben hem wel 9 keer gewonnen. Maar voor het laatst in 2000. Ja. Bijna 25 jaar geleden. Ja. We gaan om ze een keer te zien winnen en dan gaan heel veel nooit meer, denk ik. Want het is een hele vervelende uitwedstrijd. Waarom? Omdat je, wat jij eigenlijk zegt, dat voel je ook op in die wedstrijd. Het is geen eerlijk speelveld. Je voelt aan alles dat je kleiner bent. Ja, je wordt helemaal overlopen als het een beetje tegen zit. Ja, maar kijk, je moet ook een beetje geluk hebben in die wedstrijden. En je moet de boot dicht houden. En echt op de counter spelen, stilstaande momenten, vrije trappen, corners. Die worden belangrijk in deze wedstrijd. Dus ja. Ik zou daarop trainen. Want dat zijn de standaard situaties, kunnen een verschil gaan maken voor jou in deze wedstrijden. En als je het lang dicht houdt en het zit een beetje mee, dus ik kijk het heel optimistisch. En er zijn kansen. Je kan nooit een wedstrijd ingaan van hey, dit gaat hem niet worden. Want als wij dat uitspreken als supporters en als Sparta-liefhebbers, ja, wat denken dan de spelers? Dus wij moeten gewoon positief zijn we kunnen, je weet nooit, Feyenoord zit ook niet echt in een hele goede doen. Snap je? En dus ik denk als je geluk heb je sowieso nodig. Je moet top zijn, hun moeten wat minder zijn en het moet juist goed vallen. En het kan. Dit zegt de trainer van Sparta dan ook altijd. En wij moeten top zijn en zij moeten minder zijn. We hebben dit natuurlijk sinds 2000 in 22 variaties gehad, 23, en het gaat steeds verkeerd. Ja, misschien de nummer 24, de 24ste keer gaat het goed. Het gaat een keer, statistisch gezien moet je toch een keer... Begin van het seizoen stonden we 2-0 voor. En dan wordt het 2-2, dan zou je zeggen, jammer. Maar uiteindelijk hebben we geluk gehad dat we niet verloren hebben. Had die wedstrijd 5 minuten langer geduurd, hadden we verloren. 2 keer Briem. Dus we hebben al 2 punten gepakt van Feyenoord. Ik heb wedstrijden meegemaakt dat we gelijk speelden. Dat we nog de kans hadden met Mohamed Rayi om nog te winnen. Beetje zo rondom coronatijd. Lars Veldwijk. Maar op het kasteel zijn we ook... het vorige seizoen waren we kansloos. In de Kuip zijn we onder Arne Slot... 2 keer in de Kuip gespeeld, 3-0 en 4-0 volgens mij. Ja, vorig seizoen was echt de meest kansloze wedstrijd van Sparta van het hele seizoen. Ja, en toen zei ik nog van... toen moest Lauritsen er ook vroeg af, hè? Dus toen ging Saito in de spits spelen. Dat ging niet helemaal... Toen zeiden we nog, we hebben een goede keeper, die maakte toen een fout. Nou, laat hem dan maar tegen Feyenoord een fout maken, want dan verliezen we toch. Ja. Weet je wel, ik heb liever dat hij tegen andere clubs geen fouten maakt. Dus ja, wat Appie zegt natuurlijk, Feyenoord in niet de topfase... Toch denk ik, als ik moet voorspellen, ik denk dat het 3-1 van Feyenoord wordt en dat Stenks de eerste goal maakt. En je laat ons wel scoren, dat vind ik wel leuk. Ja. Maar ik hoop natuurlijk dat we winnen. Ja, 0-2 wordt het. Kijk, zo kennen we je weer. Mito scoort. Dan ga ik wel echt niet slapen. Ik hoop dat jij gelijk hebt. Ik hoop het ook. Schrijven we weer eens wat geschiedenis. Dan zit je nog dronken in de podcast volgende week. Is absoluut, ik heb in 2000 in een stadion rond mogen lopen waar we toen net gewonnen hadden. Ja. Met Dolf Rox als trainer. En dat gevoel, dat gelukzalige gevoel van toen. Ja. Dat zou ik nog wel een keertje willen. Ja. Ik ben nu ook, ik bedoel voor de radioverslag, maar ook... Ik moet nog iets doen samen met Giovanni van Bronckhorst ook. Ja, dat is wel lekker als Sparta dan gewonnen heeft. Ja. Wat denk jij, David? Ik denk dat het 1-2 wordt. Ik denk dat wij gaan winnen. Kijk, een keertje iemand die zich naast Anton durft te voegen hier in deze. En zo'n wedstrijd. En wat zegt Frank? Frank die zei 3-0, Jiménez. Jiménez, die scoort toch nooit meer? Die trapt even de positieve boel de grond in. Ja, nou ja, ik zei 3-1 ook, dat is ook niet echt positief. Nee, dat is waar. Je liet Sparta tenminste nog scoren. Het is een gekke situatie, want de sleutel ligt natuurlijk in de wedstrijd tegen Excelsior daarna. Ja. Die moet echt gewonnen worden. Ja, tuurlijk. Maar als je daarheen gaat met een puntje uit de Kuip, nou... Ja, zeker. Tussen we spelen thuis dan tegen Excelsior. Maar... Wat trouwens wel grappig, even de stand nog doornemen, er is natuurlijk niks veranderd, want niemand had een 0-2 voorspeld. Maar jij zei wel aan het begin van de glazen bol vorige week, nou doe dan maar 0-2 dan. Ja. Als je dat gezegd was je ironisch genoeg nog ingelopen ook. Ja, ongelooflijk. Maar je maakte er 0-0 van, daar heb je niks aan. Ja. Nee. Zonde. Er is ook geen prijs te winnen. Nee, dat is ook zo. Heb je nog iets op je briefje staan, Anton? Nee. Helemaal niks. Ja, de vijand is het speelprogramma nu. Ik hou een klein beetje in mijn hart vast. Aan de andere kant heb ik ook wel hoop geput uit deze podcast. Want de ploegen gaan tegen ons willen voetballen. En dat hebben we een beetje gemist. Een beetje ruimte. En die gaan we krijgen. En, dus gaat toch, en dat is de podcast is medicijn. Je gaat toch weer wat positiever naar buiten, weet je wel. En als er iemand voor positiviteit in deze podcast heeft gezorgd, dan is het David oftewel Appie wel. Ik dacht je mij ging doen. Nee, het is gewoon de realiteit, snap je? Het is makkelijker te verdedigen dan aan te vallen. Ja. Het is makkelijker om een rechtsback te zijn dan een linksbuiten. En daarom geloof ik echt, als je het spel moet gaan maken als Sparta zijnde, ja, dan moet je echt dominant zijn, moet je echt heel goed zijn en goede doen zijn. En het is makkelijker dan te verdedigen en vanuit de counter te gaan spelen. Wanneer ga je terug naar Aruba? Ik vlieg zaterdag naar Zwitserland op bezoek bij de FIFA. En ik vlieg de 17e terug naar Aruba. En dan weer 10 jaar. Ga je dan weer 10 jaar niet in Nederland komen of kom je wat sneller weer naar Sparta? En dan ook even bij ons in de podcast praten. Nee, ik denk dat ik wel volgend jaar weer zou komen, 100%. Ik heb het wel gemist om ook allemaal, alles eromheen ook. En het voetbal, vooral het voetbal. En ik hoop ooit nog natuurlijk in Nederland ook aan de slag te kunnen. Top. We gaan je in de gaten houden. Hartstikke bedankt dat je aan wilde schuiven en voor je leuke verhalen in deze Sparta naar voren. Ruud bedankt, Anton bedankt. Ruud, succes komende zondag. Heb je er zin in? Lekker verslag doen. Ja, vind ik hartstikke leuk. Heel onpartijdig. Ja, nee. Half jaar geleden 2-0, 1-0 Briem, 2-0 Briem. Oh, wat was ik aan het gillen. Maar ja, Kranenburg ging daarna er flink overheen met de 2 en de 2-2. Dus het was goed in balans. En, wat even voor de mensen die dat niet weten. Wij hebben er op Radio Rijnmond tegenwoordig voor gekozen om bij de derby tussen Sparta en Feyenoord echt iemand met een Sparta hart. Nou ja, dat ben jij natuurlijk als geen andere dit bedrijf. En iemand met een Feyenoord hart. In dit geval Dennis van Eersel, geloof ik, hè? Komende zondag. Ja, inderdaad. Ja, het grappige is dan wel, dat merkte ik dus een half jaar geleden. De Feyenoord supporters zijn natuurlijk gewend dat wij voor hen gillen. Dennis en Dennis doen ze hartstikke goed. Toen werd er ineens op Radio Rijnmond gegild voor hun tegenstander. Ja, ik vind het heel ingewikkeld. En daar hebben wij heel veel berichten op social media en mailtjes van gehad. Van, hoe kan het nou dat jullie tegen Feyenoord, dus mensen, Feyenoord supporters vinden het heel logisch dat we tegen Sparta gillen. Maar dat tegen hen gegild wordt, weet je, het is een beetje geven en nemen. Het is maar voetbal, maak je niet zo druk. We gaan er een leuke zondag van maken. Oh, wat een heerlijke one-liner om mee af te sluiten. Feyenoord-Sparta volg je komende zondagavond, 8 uur natuurlijk, helemaal live op Radio Rijnmond. Gaat dat luisteren en komende week, volgende week, 14 februari, mooi, Valentijnsdag, zijn we er weer met een nieuwe Sparta naar voren. Hopelijk tot dan. Als Spartaan zijn wij geboren, als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver. Sparta naar voren!